Nu ga ik komen op mijn uitvinding. Ik heb in plaats van één telescoop, heb ik gekozen voor twee telescopen, dat die heel stabiel is. Nou, die monteer je dus in een handomdraai, kun je die monteren, vastzetten. Daar schuif je dus de stuur overheen. Deze schuif je dus de pedaal overheen. Checker. Dit is de stempelhouder. Checker. Hier steek je de stempelhouders in. Of de stempeltelescopen in. Dit is de tv-standaard. Die schuift allemaal heel makkelijk overheen. Dan moet die... Dus dat is allemaal echt ook in principe anders bedacht. Maar nu het essentiële. Het essentiële van mijn uitvinding is het kantelmechanisme. Dus we hebben die stoelconstructie net gezien. Dat is die stoelconstructie, dat hebben we net gezien. Mijn uitvinding is in essentie is dat je middels deze blokkade in de handomdraai. Nu staat hij dus in een rally race positie. Mm-hmm. Nou, dit is allemaal dus heel makkelijk te verstellen. Je kunt met een handomdraai kun je verstellen in een Formule 1 positie. Mm. Dus dat kun je nog een keer in een kuipvorm zetten. En nu nog een essentieel geheel is dit. Kijk, deze die kun je. Zie je dat wat er gebeurt? Ja. Dus alles is te verstellen. Mm-hmm. Precies in een Formule 1 positie als je hebt. De tv-standaard is ook nog een keer, maar dat is minder belangrijk. Maar dus, het hele systeem is in deze horizontale aksen zeg maar, te verstellen. Zowel de stoel als het voorframe. Mm-hmm. Dat heeft PlayStation dus, en daar heb ik mijn octrooi op aangevraagd. Mm-hmm. In verleend gekregen, ook al in Nederland. In Amerika gepubliceerd. Ik ben Europees gegaan, zijn internationaal nieuwheidsonderzoek al vooraf geweest. En hier heb ik dus mijn patent eigenlijk op gebaseerd. Dus een blind paard kan gewoon zien. Dus een rechter zal altijd denken, hè, dit is toch in de stand der techniek zo ver ingehaald. Dat kan toch niet anders? Waarom heb ik meer dan 30.000 euro besteed aan patenten. Nou, dat is dus eigenlijk het verhaal. Oké, bedankt.